Hallo, ik ben Sandrine van Bepro Nails. Als vroegere gebruikster van de Clinifiles zou ik je willen helpen om de masterfile te kiezen die aan je velbehoeften voldoet. Om de juiste vel te kiezen moet je rekening houden met twee elementen. De korrel en de vorm van de vel. Die zullen bepalen hoe je de vel gebruikt. De Clinifiles bestonden in vier kleuren. Oranje, groen, roos en wit. En ze verschillen van de masterfiles zowel op het vlak van de kleur als van de korrel en de vorm. Als je dus wilt overschakelen van een Clinifile op een masterfile, dan mag je niet naar de kleur kijken. We hadden vijlen met enkele korrel en met dubbele korrel. De oranje en witte Clinifiles waren vijl met enkele korrel. De groene en roze Clinifiles waren vijl met dubbele korrel. Dit betekent dat ze een ruwere kant hadden voor het sterker vijlen en een zachtere kant voor de afwerking. Het was inderdaad erg handig om twee vijlen in één te hebben, maar uiteindelijk veroorzaakt dat heel wat verspilling in de salon, omdat de twee kanten niet op dezelfde manier versleten en over het algemeen doen we toch veel meer ruw vijlwerk dan fijn. Nu zijn alle masterfiles vijlen met enkele korrelwaarden. Dit betekent dat je de twee kanten van de vijl op dezelfde manier kunt gebruiken totdat ze volledig versleten is. Goed nieuws niet, laat mij je dan helpen om te kiezen. De oranje Clinifile was de zachtste en had een korrel van 180 op beide kanten. Deze vel stemt overeen met de nieuwe masterfile met een korrel van 180-180 en die groen is. Ze is ideaal om de vorm van gelnagels af te werken. Ze is ook geschikt voor teennagels en wordt gebruikt bij Sopolish klanten om de nagellak open te vijlen vooraleer het af te weken. De groene masterfile is verkrijgbaar in de rechte vorm, banaan en halve maan. De groene Clinifile had verschillende korrelgroottes. Op de ene kant een korrel van 100 voor het vijlen van gelnagels en op de andere kant een korrel van 180 om af te werken. Dus als je de ruwe kant van de groene Clinifile wilt vervangen om al het zware werk te doen, dan zul je de masterfile 100-100 nodig hebben die roos is. Als je ook de zachte kant van de groene Clinifile nodig hebt, dan moet je ook de masterfile 180-180 hebben die groen is. Deze twee masterfiles bestaan in die drie verschillende vormen, recht, banaan en halve maan. De roze Clinifile had ook twee korrelwaarden. Op de ene kant een korrel van 80 en op de andere kant een korrel van 100. Dus om de ruwe kant korrel van 80 van de roze Clinifile te vervangen, heb je de masterfile 80-80 nodig die wit is. Als je dus de zachte kant wil vervangen, korrel van 100 van de roze Clinifile, zul je de masterfile 100-100 nodig hebben die roze is. De masterfile 80 wit bestaat in rechte vorm en in halve maan, terwijl de masterfile 100 roos bestaat in rechte vorm, banaan en halve maan. De witte Clinifile die de ruwste was, had een korrel van 80 op beide kanten. De vijl werd vooral gebruikt voor acrylnagels en stemt overeen met de masterfile 80-80 die wit is. Deze vijl is perfect om zeer harde materialen te verwijderen, te verkorten en vorm te geven, zoals zeer dikke acryl- of gelnagels. Deze vijl bestaat in twee vormen, recht en halve maan. Bij het eerste gebruik zou je nieuwe masterfile wit iets wat ruwer kunnen lijken dan de Clinifile, maar het volstaat twee vijlen tegen elkaar te wrijven vooraleer mee aan de slag te gaan en je zult er helemaal dol op zijn. De masterfile bestaat ook in korrel 240-240 en wordt gebruikt om de vrije rand van natuurlijke nagels te vijlen. Ze is uitsluitend verkrijgbaar in de rechtervorm omdat natuurlijke nagels niet op de bovenkant mogen worden gevijld. De masterfiles van Pro Nails bestaan in drie verschillende vormen. Recht, om de vrije rand van de nagel te vijlen. Banaan, om je bouwgel vorm te geven op de nagel zonder de nagelriem te beschadigen. Halve maan, een combinatie van de recht- en de banaanvormige vijl in een enkele vijl. Je gebruikt deze rechte kant van de vijl om de vrije rand van de nagel te verkorten en vorm te geven. En vervolgens draai je ze gewoon om naar de ronde kant om het nageloppervlakte vorm te geven. Erg handig toch? Het is dus belangrijk om de juiste vijl te kiezen om zoveel mogelijk je masterfiles te benutten. Als je een te zachte korrel gebruikt, zul je automatisch te hard drukken, wat in een vroegtijdige slijtage zal resulteren en de breuk van je vijl. Dus als je dit niet wilt, vergis je niet. Wat geweldig is met de masterfiles is dat je veel klanten met één en dezelfde vijl kunt doen. Bovendien zijn ze erg zacht voor de nagels van de klanten. Denk dus goed na, dames, vooraleer je keuze te maken.